Die bijen, dat is, daar ben ik mee begonnen als jong ventje eigenlijk nog. Dat ik iemand op een markt tegenkwam en daar raakte ik door gebiologeerd, om het zo maar eens te zeggen. En die man had bijen bij zich en honing. En daar raakte ik mee in gesprek. En die bleek een hersenbloeding gehad te hebben en een eenzijdige verlamming. En toen vroeg hij mij of ik hem wilde helpen. Nou, dat leek mij op zich wel leuk. Dus feitelijk heb ik de domme kracht geleverd en leverde hij de kennis aan mij. En daar heb ik eigenlijk heel veel van geleerd. Dat is echt een vakman en ja, dat koester ik nog steeds. Dat is de beste manier om te beginnen. Gewoon helemaal onderaan en ik heb alles geleerd. Ja. En, ja, ik leer dat op de dag van vandaag natuurlijk. Ja. En nu ben ik zover dat ik het ook aan andere mensen weer doorgeef. Dat is de bedoeling, kennis vergaren, maar ook weer kennis doorgeven. En dat is eigenlijk het leukste van mijn werk. We zijn begonnen puur als centrum voor natuureducatie. Maar dat is helemaal uitgegroeid tot wat het nu is. Want we hebben nu ook verblijfsrecreatie. We verhuren fluisterbootjes. Geen buitenboordmotoren, maar echt fluisterstille motoren. We hebben modelsporen. We zitten aan de stoomtram Horen-Meneblik. Dus eigenlijk doen we van alles en nog wat om de zaak hier draaiende te houden. Want alleen van honing, wat onze bijen wel veel opleveren, ja, kun je niet leven. En kun je hier nou gewoon doorheen lopen zonder masker? Je ziet het. Ja. Nergens last van? Nee. Ah, dat moet ook niet iedereen doen, hè? Nee. Wel, weten wat je doet. Je hebt ook al wat jaren ervaring natuurlijk. Ja. En ik ben natuurlijk ook hartstikke aardig. En hoeveel heb je er nu? Nou, ik heb er ongeveer 150, schat ik in. Ik kan er 10 na zitten hoor. En ja, daar heb ik het ook. Ja, daar kun je het best druk mee hebben. Ja. Want hoeveel bijen zijn dat? 150 koloniën? Ja, dan moet ik even een rekensommetje. Er zitten er in de zomer ongeveer 50.000 tot 60.000 in een volk. Jij spreekt over kolonies, wij spreken over een volk. Ja. Dus dat zijn er wel heel wat. Het zijn dus eigenlijk heel veel arbeidskrachten. Die moeten met respect moet je ermee omgaan. Ja. Mijn bijen mogen overwinteren bijna volledig op hun eigen honing. Dus ik haal maar een heel beperkt aantal honing weg van ze. Dus niet elke druppel honing eruit proberen te wringen, want uiteindelijk werkt het averechts tegen je. Dat doe ik dus expres ook niet. Je houdt het liefst zo natuurlijk mogelijk. Tuurlijk. Ik denk dat je de bijen lekker bij moet laten zijn en dat je er wel van mag genieten, maar wel met respect. Ja. Zoals je met elk dier overigens moet omgaan, in mijn optiek.